Ik zit hier weer naast Kasia Yang van China Medic in Amsterdam. Een Chinees geneeskundig kliniek eigenlijk, waar ze vooral met acupunctuur werken om allerlei klachten te verhelpen en te voorkomen. Waar ik heel erg benieuwd naar ben, want ik heb wel eens gelezen dat er bepaalde drukpunten zijn, waarmee ook in de acupunctuur gewerkt wordt, die goed zijn om gezond ouder te worden. Een soort van anti-aging drukpunten. En daar ben ik natuurlijk heel nieuwsgierig naar of er dingen zijn die we zelf kunnen stimuleren om een leuk ouder te worden. Ja, zeker wel. Ja? Ja? Ik heb vertellen vandaag dus drie belangrijke punten. Eigenlijk door acupunctuur gaan we ook heel vaak gebruiken. Maar door iedere dag daarop te drukken, dan werkt het echt dus gezond te houden voor die leven. En zou ik beginnen? Ja, heel graag, want ik wil het heel graag leren. Die eerste punten, dus iedereen kijkt dus hier zit een lijntje bij ons duim. En deze lijn legden wij op, dus hier zit ook een lijn. Deze twee lijn daarop. En hadden die vingertip hier, dit is die punten. Maar dan gaan we zo paden, die handen naar die kant toe, En dan gaan we drukken. En even dus recht daarop. Best wel hard drukken zie je. Ja, hard drukken, echt te moeten voelen. En waarvoor is het goed? En deze punten eigenlijk loopt naar onze dus bij die nek en wervels en hoofd. Dus voor alle hoofd, nek, schouderklachten, deze kan helpen. Maar dan die houden ook onze hersenen scherp. Dus voor die hersenen helpt dat we beter kunnen denken. Ja, met geheugen. Ja, en dus deze is een heel bekende punten. En voor de ouderdom, bijvoorbeeld, wij willen bijvoorbeeld voor die dementie preventief doen. Okay. Deze punten is goed voor. En ook deze helpt voor bijvoorbeeld voor mensen die hoge bloeddruk, die helpt ook. En hoe vaak moet je dat dan doen en hoe lang? Ja, dus daarop drukken 2 minuten per punt. Oké. En echt voelen, dus krachten zetten. En dan moet je het ook bij de andere kant doen? Ja. Ja. Beide kant. En, 2 minuten per dag? Ja, 2 minuten per keer, 2 keer per dag. Oké, 2 keer per dag. En die tijd kunt u bijvoorbeeld in de ochtend en in de avond. Ja, ja, of als je ergens zit te wachten of zo. Kunt u altijd doen. Ja. Meer doen is geen probleem. Nee, want het zijn nog 2 andere punten. Ja, dus. Ja. Dus die tweede punten is ook een heel belangrijke punten. En gaan we eerst dus hier zit weer een lijn. Ja. Met 3 vingers, dus je eigen vingers, 3 vingers daarop. Ja. En dan is deze punten tussen die 2 pezen. Ja. Daarop drukken, weer, dus en leg het daarop. Maar jij houdt het dan eraf en weer drukken. Ja, klopt. Af en weer drukken. En je kunt ook een beetje draaien, hè? Klein beetje draaien tijdens het drukken. Ja. Zal ik even proberen? Ja. En moet je echt voelen. Oeh, dat doet pijn. Ja, 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 dan werkt. Dan werkt. Dan stimuleert helemaal naar je hart- en longengebied. Okay. Dus die is heel goed voor bijvoorbeeld de hart- en vatenziektes. Die houdt van deze gebied die vrij energie loopt. En dan die 3e punt is bij die benen. Zal ik bij de benen kijken? Hè? En hier is die patella eigenlijk. Naast de patella de 2 deuk. En wij leggen 1 palm, dus eigenlijk 4 vingers. Dus zo, met jouw eigen. Ja. Zo, ja. En hier naast die scheenbeen is die punten. Goed. Ja, deze. En dan gaan we daarop drukken. Is met de duim. Die duim moet rechterop. Ja. Ja, dus. Met je met een nagel. Ja, ik vind het niet. Nagel moet eigenlijk dus zo kort mogelijk. Hè? Omdat wij gebruiken eigenlijk meer die kracht van de vingertip. Ja. En waar is dit dan voor? En deze is eigenlijk voor meer van deze regio, dus die buik. Oké. Die gehele deze gebied wordt die eigenlijk die energie vrij laten doorstromen. En bijvoorbeeld, je kunt denken bij van maagklachten, darmgebied en ook urologisch gebied en het voortplantingssysteem, dus allemaal via deze punten. Dus 3 punten eigenlijk voor het hele lichaam. Deze is voor hoofd, nek, schouder. En deze is voor hart en long.
En deze is dan voor eigenlijk bijna hele lichaam tot hier toe. Ja. En elke drukpunt zou je dan 2 minuten per dag, klopt, 2 keer moeten stimuleren. Ja. Het kost wel tijd, denk ik, maar je wordt er wel 100 van, heeft ze mij bedankt. Ja, dus eigenlijk in China zijn nu een professor, heeft zelf zoveel benuttigen daarvan. Dus hij heeft gewoon laten heel veel mensen deze beoefenen. Hij is nu 96 jaar, dus bijna 100. Ja, nou hartstikke goed. We gaan het beoefenen. Heel erg bedankt. Dankjewel, Kasia. Graag gedaan.